Dino Martin is een gigant met een enorme bak ervaring. En dan zit die zilveren stoel toch net iets minder relaxed. Want als je dan niet tot het einde toe blijft zitten, dan is het maar hopen op een wildcard. Uitgaan van eigen kracht, hè? Ja, maar echt, ik ben echt lange tijd niet zo zenuwachtig geweest. Het is echt, het hangt hier vanaf. Goedenavond, Tino. De laatste van vanavond. Vind je het spannend? Ja, tuurlijk. Ja. Onwijs. Ja. En ben jij nou bekend door heel Nederland of zijn het echt bepaalde gedeeltes? Maar er zijn wel wat cafés en kroegen links en rechts waar ze wel van mij gehoord hebben. Ja. En ook het liedje wat ik nu ga zingen, dat is een liedje van mezelf. En hoe heet het liedje dan? Doe wat je wil. Ik ben heel erg benieuwd. Nog nooit van gehoord. Wil je een eerder antwoord? Nee. Maar ik ben wel heel erg benieuwd ernaar. Dus ik wens je heel veel succes. Je zegt me het ene, bedoelt steeds weer het andere. Je trekt elke keer jouw eigen plan. Oh jongens, ik hou het echt niet meer hoor. Ik ben niet diegene die jou wilt veranderen. Ga jij nu maar je eigen gang. Sta niet langer op tilt, draai hem om. Wat jij opensluit, dat maakt me niet uit. Ik vergooi me niet voor jou. Doe wat je moet doen, en word nooit meer als toen. Ik heb mijn tijd verspeeld, jouw honger gesteeld. Doe wat je wil. Doe gerust wat je wilt. Sla niet langer op tilt, demon. Wat jij ook besluit, dat maakt me niet uit. Ik verkoop me niet meer voor jou. Doe wat je moet doen, heb het nooit meer als toen. Ik heb mijn tijd verspild, jouw honger gesteerd. Doe wat je wilt. Voor de wildcard gaan, jongens. Tino, jeetje. Ik hoorde gewoon een beetje René ook. Ik hoorde echt René Vroger erin. En vind je die, kan die aardig zingen? Nou, René is natuurlijk... ik denk dat René wel een van de zangers is waar Nederland trots op kan zijn natuurlijk. Ik denk dan wel weer van, ja, daar hebben we er één van. Maar het was top. Het was vocaal zo supersterk. Zij hebben gedrukt voor jou en dat betekent voor ons, en dat vind ik dan toch wel weer even leuk om te melden. Inderdaad. Dali en Jamie zijn allebei door. Er waren maar één iemand op toch? Zit daarvoor. Dit liedje blaar ik dus wel echt altijd mee. En nooit geweten dat het van jou was. Is het echt origineel van jou? Ja, had je tegen je zus moeten zeggen. Ja, schaam je. Ik wist het ook niet. Ik weet dat je als René kan klinken, maar ik heb... Het is wel gewoon jouw eigen stemgeluid. En ja, nou ja, de een... Zingt toevallig als Rob de Nijs en de ander zingt dan misschien toevallig als René Vroger. Ja, maar dan ben ik ook blij dat je dat zegt. Want als we dat steeds maar blijven denken, dan kom je eigenlijk ook nooit een stap verder. Dus, nou ja, Tino, ik zou jou boeken. Want ten eerste, ik denk dat je iets betaalbaarder bent. En ik krijg denk ik hetzelfde als René's chauffeur. voor de avond. Ja, Frans, wat betekent dit nou voor de show? Dit betekent... Wat is dat nou weer voor cryptische vraag trouwens aan mij? Dit betekent voor ons in ieder geval dat Melissa van de hot seat af is. Oh jongens. Oh, dat is echt heel zuur. En dat wij zo meteen een verdomd moeilijke keuze gaan krijgen met wie we de wildcard gaan geven. Ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken. En wij gaan onze hoofden breken over wie we nog meer mee gaan nemen. Dankjewel. Je bent sowieso door. Dankjewel. Ik ben door! 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 Ik ben door!
Ik moet nog werken, ik drink straks een borrel op. Ja, onwijs goed gedaan.